Sophie, het moet wel een eer zijn voor jou dat Jan jou aankondigt als zijn favoriete zangeres in België. Absoluut, absoluut. Wij hebben in het verleden, maar lang geleden, een paar keren samen kunnen werken. En natuurlijk volg ik Jan als hij hier in België optreedt met zijn shows. En omgekeerd ook, dus er is wel een wederzijds appreciatie. Maar ik vond het geweldig dat hij mij vroeg. En ja, dat ook alles zo fijn geprogrammeerd is in die show. Een goed orkest. Niet zo evident eigenlijk als je zo'n viering veel mensen moet bij elkaar brengen. En je bent de zangeres van de show, maar je gaat toch ook een sketch meedoen, heb ik gehoord? Wel, ik ga proberen, als Jan na de repetitie denkt dat dat nog altijd goed is, dan gaan we dat doen. Ja, maar het zal wel heel plezant zijn. Je hebt ook nog andere dingen die eraan komen. Je bent bezig met een single. Met een? Een single en kerstconcert. Ja, ik ga een nummer uitbrengen. Een van deze. Een duet dat ik nog met Paul Carrack heb opgenomen. En ik ben volop nog verder aan het zoeken naar nieuwe nummers voor het volgend jaar. Maar dat duet met Paul Carrack komt nog uit voor de kerstshows. Omdat het echt een warm nummer is voor de winterdagen. En ik heb dat nummer altijd gekoesterd. En het is een beetje te lang, wordt er dan gezegd. Maar het is heel mooi. Heb je buiten dan nog andere dingen op jouw planning? Ja, ik treed veel op. Ik doe ook heel veel verschillende dingen. Ik doe in het voorjaar, volgend jaar met de VRT Big Band optredens Ella Fitzgerald samen met Sandrine en Stef. En dat is een heel fijn project dat wij vorig jaar al verschillende keren hebben mogen doen. Concerten, zowel met kleine bezetting als met grotere bezetting. Ik vind al die variatie heel fijn om te doen. Het is nog een leuke periode die jou tegemoet komt. Veel plezier alleszins. Dank je. Dank je wel, Sophie.